But shortly about the history of Loney. The first, why the Loney is called Loney. The first theory is that the Loney is called according to the Latin word Luna, that means moon. And therefore we have it also in our emblem. And you look there, so we have two towers, and between them there is a moon. But Latin was used since 10th, 11th century, and the town itself is much older. And therefore there is another theory that there is old Slavic word Luň, which means a meadow by the river. And the old town was about 2 kilometers westward by the river. And the third theory is from the Celtic word Lunia, that is a sort of bird. And then we have also a theory of kids. In Loney, on this square, there were a market held, and there was a lady selling watermelons. And she called Meloney, Meloney, and people heard Loney, Loney. And that is the last theory, which is totally. So now you know why Loney, and that is the Czech habit, which we keep on a Monday morning. The boys, they make from the willow 4 twigs. 4 or 8? 8. 8 twigs. They make this. That is a sort that's of is 12. And who is very handy, and then makes from the 12 sticks. It's much more decorated, that kind of weep. And they go from house to house, and they weep the girls and the women. And it is said that they do it to give us energy and keeps us young. And every girl must give him an egg and also a ribbon. So then at 12, after 12 is not allowed anymore. they count how many, but sometimes they also give, they are given also a small glass of alcohol. Yeah, that is met een graffiti. Dat is in een wet. Ja, in een wet veneer geschilderd. Oké. In de stijl van de Renaissance. Ja. Yeah. Oké. So the town hall, the second Neo-Renaissance, it's called Neo-Renaissance because it was built at the end of the 19th century. And that time we had Petr Pavel Hilbert as a mayor of the town. And he was very clever and he was busy with the business of the town. And he had several kids and one of them was architect. So, and the son, he expected that the son will get the business to build a new town hall, but there was a competition. And he didn't win, so that was Saturnin Heller who won, but his son, he built many other houses in the town. And the gebouw original, the basisform van het gebouw is in a gotische style. Dat kan je wel op een ark zien. En daarboven zijn echte pialas en alle decoraties. Zo ook dat zie je die draken, komt de water uit in de regen. Oh. En dan heb je ook die twee consoles, die gezichten. Daar stonden een beelden. Die werden weggehaald. En daar stond sinds die ding. In de jaren 80, afgelopen eeuw, twee mensen moesten dat opnieuw maken. En ze kenden geen gezicht. En ze stonden tegen elkaar en zeiden, oké, ik maak jouw gezicht en jij mij. En als jullie lopen de trap naar beneden, kijk voor jou, nou daar is een prachtig uitzicht voor de Loney Bergen die achter staan. Jullie kwamen vanaf Chemnitz, uit Duitsland, en dat was heel snel naar beneden. Herinner je dat? En als jullie gaan morgen naar Praag, dan ga je vanaf Loney 3 keer omhoog. So then Jan, the John Luxemburger, the Czechische koning, hij kwam uit Luxemburg, natuurlijk. En de man van Eliška Přemyslovna, de laatste Tsjechische koningin. Welk jaar ongeveer?
Dat is 1314. Was aan deze stadmuur gebouwd. So, en dan de stad, omdat dat was een koninklijk stad, dat had een recht op een stadmuur van stenen. En daar krijgen ze, hebben ze ook geld voor. En dat is de reden waarom, als jij ziet een stad-emblem met de muren op, dan weet je duidelijk, oh, dat is een koninklijke stad. Die andere hebben ze iets anders in. Welk embleem? De stad-embleem, dat zie je ook hier. Dat zwarte ding. Dat zwarte ding. In Moskou had je ze ook, maar waren ze van grijs. Ja, ja.